Welkom dat jullie allemaal weer kijken naar Iedereen kan haken. Welkom. Ik wil jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog en abonneren, op mijn foto klikken. Ik heb vandaag met de Julia Shiny met drie bollen de Twinkle koolsjaal gehaakt. En de Twinkle koolsjaal is gehaakt met de Suzette Stitch. Kijk hoe mooi deze Suzette Stitch is geworden in, met haaknaald nummer 8. Dus het is een, echt een heerlijke opschieter. En ik zal hem even omdoen. Dus als je eigenlijk met een paar avondjes deze omslagdoek haakt, dan zie je hoe leuk deze is geworden. En je kan hem ook voor je mond, want ja, dat is natuurlijk belangrijk, hè? Ja, het is gewoon een hele lekkere koolsjaal en ik zou zeggen, kijk lekker mee. Ja, je kan, als het te snel gaat, de afspeelsnelheid langzamer zetten, ondertiteling aanzetten, alle talen. Ja, het is gewoon een heerlijke twinkelkoolsjaal, heb ik hem genoemd. Dat is het geworden en ik zou zeggen, haak lekker mee met haaknaald nummer 8. Dus ja, het is gewoon echt een hele fijne, soepele, warme koolsjaal. Dus kijk lekker mee en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt nodig voor de twinkle koolsjaal een stopnaaldje, een steekmarker, een schaartje, haaknaald nummer 8 en een centimeter. Ik zal centimeter uitleggen ook in inches, dus centimeter of inches. En ja, dan gaan we zo beginnen. Ik zal nog eventjes zeggen welke wol ik gebruikt heb. Dat is de Julia Shiny van Zeeman. En ik heb deze gekozen omdat hij zo lekker glinstert. Dus ja, de wol die glinstert ook echt en ja, het is wel een mooie dikte. Hij zegt wel hier haaknaald 4 tot 5. Nou, ik heb hem dus gehaakt in haaknaald nummer 8. Haaknaald nummer 5 heb ik ook uitgeprobeerd. Ik heb 6 uitgeprobeerd. Maar ik ga deze haak of koolsjaal met de Suzette Stitch haken op nummer 8. En ik heb nodig gehad, en dan zal ik nog heel even kijken. Dit is het kleurnummer 51. Hier zit 100 gram op en 160 meter. En het is 77% acryl, 20% wol. En dan zit er nog iets van dat glittertje in. 3% metaalgaren. Maar hij is lekker soepel en lekker zacht. En ik heb hiervan 1, 2, 3 bolletjes Julia Shiny gebruikt. Maar je kan ook andere wol gebruiken wat je wil. De Suzette Stitch, ja, die kan je met allerlei soorten garen maken. En deze Twinkle Koolsjaal, ja, die is gewoon echt heel leuk met 3 bollen wol. En dan, ik heb hem gehaakt op haaknaald 8. En dan zie ik je zo weer terug, dan gaan we beginnen. Tot zo! We beginnen dus met de Julia Shiny. Maar je mag ook de andere Julia pakken van die wol. Wat je wil, wat je mooi vindt. En dan beginnen we met een opzetketting. En ik maak de lus altijd, ja, ik draai mijn begin losse. Eigenlijk draai ik het draadje gewoon, ik draai mijn hand eigenlijk. En dan pak ik de draad van de bol erdoor. En dan trek ik aan 2 lussen. Zo zet ik mijn eerste losse op. En dan de steek is deelbaar door 2. Met 140 lossen. Dan kwam ik dubbel 185 centimeter. Dus dat is 1,70 meter lengte hebben we nodig. En dan iedere keer 1, 2. Dus het is 2, 1. 2, 4,
1, 2, 6. Nou ja, in ieder geval, je kan doorgaan tot 1,70 meter rond. En dat is, even kijken, 67 inch. Ongeveer 67 inch. Even opschrijven. Voor het patroon, want dat ga ik nog uitwerken. Of tenminste, dat heb ik al uitgewerkt. 2, 4, 6. En dan ga je eigenlijk gewoon door. Als je maar iedere keer 2 pakt, want de steek is deelbaar door 2. En dan ga je gewoon door tot 1,70 meter. En dan hou je 85 centimeter dubbel over. Dus als je iedere keer gewoon 1, 2, 1, 2. Oh, dan hoef je die steken niet te tellen. Ik heb wel met naald nummer 8 140 lossen opgezet. Dan mag je ook aanhouden 140 lossen. Dan ga je nog natuurlijk de losse ketting sluiten. Ik zal even laten zien hoe ik de losse ketting heb gesloten. Ik zal hem even in het klein laten zien. Kijk, als je die losse ketting hebt, dan zorg je ook dat je ketting niet gedraaid is. Je houdt hem goed, de hele tijd recht zo. En dan steek je haaknaald erdoor. En daar heb ik nog een methode voor. En ik zal de video onder deze video zetten, of onder het linkje onder deze video, zodat je nooit meer een gedraaide ketting hebt. Maar nu sla ik dus de draad om. Ik heb al, nou, ik zal het nog een keer doen. Dit is dus het uiteinde. Je doet even goed zorgen dat je ketting niet gedraaid zit. Dan ga je in de eerste steek en dan pak je je draad op en dan maak je een halve vaste. Zo. En dan beginnen we met 1 losse. En dan gaan we in de eerste steek gaan we een vaste zetten en een stokje. En dan gaan we 1 steek overslaan en dan doen we daar weer een vaste in. En een stokje in diezelfde steek. 1 steek overslaan en een vaste. En een stokje. 1 steek overslaan. En een stokje. En zo ga je door tot het einde van de toer en dan zie ik je daar weer terug. Tot zo! En nu zijn we op het einde van de eerste toer. Je slaat er weer 1 steek over en je gaat in de volgende een vaste maken. En in diezelfde steek 1 stokje. En je slaat weer 1 steek over en in de volgende steek een vaste. Dus 1 steek sla je over, in de volgende een vaste en in diezelfde steek weer 1 stokje. En dan zijn we op het einde van de toer. Zie je dan hoe leuk dat dan die begin, ja, toer is. En de begintoer is nooit de leukste, maar toch heel belangrijk, zodat je iedere keer 1 steek overslaat. Maar het wordt eigenlijk een hele lekkere, soepele twinkelkoolsjaal. De twinkelkoolsjaal heb ik zo genoemd door, doordat het eigenlijk twinkelt, hè. De Julia Shiny. Shiny is dat het schijnt. Het twinkelt echt, die wol. Maar het voelt ook echt lekker soepel aan. En dat is wel heel belangrijk voor een koolsjaal, dat hij dadelijk lekker soepel valt. Dus op het einde, want ja, daar waren we. En dan
pak je eigenlijk hier, kijk, hier heb je die begin eerste vaste in het stokje. En dan omdat we de toer gaan sluiten, gaan we eigenlijk in die eerste losse insteken. Dus daar steek je in. En dan sluit je de toer met een halve vaste. En dan gaan we omhoog naar toer 2 met 1 losse. 1 losse. En dan gaan we het werk keren. Kijk, het ziet er nu een beetje rommelig uit nog, maar het wordt eigenlijk echt mooi. We gaan nu het werk keren, dus je draait je werk en dan ga je aan de achterkant van je koolsjaal beginnen. En dan gaan we, omdat we met 1 losse omhoog gaan, dan gaan we nu in die eerste opening hierin, hier gaan we een vaste en een stokje maken. In die opening 1 vaste en gelijk ook 1 stokje. En nu gaan we dit groepje overslaan eigenlijk en dan gaan we in die opening hier, dus hier, hier gaan we weer een vaste en een stokje maken. En dat is de Suzette stitch, de Suzette steek. Dus dit is de vaste en een stokje in diezelfde steek. En dan ga je weer dit groepje overslaan en die opening, ja, het is eigenlijk zo'n makkelijke steek. Een vaste en weer een stokje. En je gaat er echt eigenlijk heel makkelijk doorheen, want je gaat hier weer die vaste doen. Je ziet die opening ook heel makkelijk. En een stokje. En dan ga je weer naar die opening hier. 1 vaste. En een stokje. Zie je? Ja, het wordt eigenlijk echt een hele leuke koolsjaal. En lekker op naald nummer 8. Dus ja, dan schiet het echt op. Dus toer 2, je gaat nog een keer, ik zal nog even eentje meedoen. Je zoekt die opening op hier, hier. Je slaat dus dit over. En je gaat een vaste en een stokje maken. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Want dan ga je lekker de hele ronde afmaken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We zijn nu bijna op het einde van de toer en misschien vind je het handig, maar ik zal eventjes toch een steekmarker zetten. Want zoals je de toer bent begonnen, met die vaste, daar zet je even je steekmarker in. En dat doe je iedere keer. Als je de toer begint eigenlijk, dan zet je die steekmarker erin, zodat je ziet eigenlijk waar je begin losse en je vaste hier zo zijn en hier het stokje. En dan kan je daarin in het begin, in die begin losse, dan kan je daar de toer sluiten. Maar we zijn nu even kijken, ik zal even deze uithalen. Nog eerst eventjes 1 vaste. We zijn op het einde van de tweede toer en een stokje. Zie je, die opening die zie je ook eigenlijk heel makkelijk zitten. Het haakt ook zo lekker weg. Een vaste en een stokje. Oh. Een vaste en een stokje.
Zo. En dan zie je dat je hier dus niets meer inzet, maar je gaat dus naar die steekopening of naar die eerste losse, dus waar je steekmarken zet. Daar ga je een halve vaste doen om de toer te sluiten. Dus je haalt meteen door de lus. Dan ga je één losse maken. En dan keer je weer je werk. Zie je dat je dan netjes de toer gesloten hebt? En dan heb je al twee toeren als koolsjaal. Ja, het is echt een heerlijk patroontje. Dus die ene losse heb je gedaan en dan gaan we draaien. Je keert weer je werk. Je hebt één losse gedaan en dan ga je wel in die eerste hier. Hier ga je een vaste en een stokje maken. Een vaste en een stokje. En dan ga ik even de steekmarker eruit halen. En op zich met deze haaknaald kan je het ook wel zien waar je gebleven bent. Maar misschien voor een beginner is het wel eens handig om die steekmarker te gebruiken. Dus je hebt de toer gedraaid en dan ga je weer aan de andere kant beginnen. Dus je hebt ook altijd een goede kant van je kooltrui, of kooltrui, van je koolsjaal met Suzette stitch. De twinkel koolsjaal. Hij wordt echt leuk en er komt eigenlijk echt wel meer vorm in. En dan gaan we hier dus weer een vaste in en een stokje in diezelfde opening. En omdat je met haaknaald nummer 8 werkt, is het heerlijk. En nu ga je hier dus weer naar die opening. Dus dit sla je over. En nu tikt mijn steekmarker een beetje. Dus weer een vaste, een stokje. En je slaat weer over. Een vaste. Ja, het wijst zichzelf hoor. Het is zo'n makkelijke steek. Zie je dat je hier weer in gaat in die opening? Een vaste en een stokje. En op het einde van de derde toer, daar zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn op het einde bijna van de derde toer, dus ik haak nog lekker even mee. Het haakt heerlijk. Ik weet niet of ik het al verteld heb, maar ik had hem ook eerst op haaknaald nummer 5. Maar dat was helemaal vast, dus ik zal het nog wel laten zien. Of op het einde of in het begin van de film, dat weet ik nog niet. Zie je? Het is gewoon een vaste stokje. Dus dit was alweer de derde toer. En dan gaan we de toer sluiten met een halve vaste. Zie je dat? Waar de steekmarker is. Je haalt je draad op. En je haalt door 2. En je maakt 1 losse. En dan keer je weer het werk. En dan heb je ook altijd een mooie kant aan je koolsjaal, aan je twinkel koolsjaal. Want echt, ik vind het wel leuk om het een naam te geven, zodat je ook weet van, oh ja, dat is de twinkel koolsjaal. 1, 2, 3, dan gaan we naar de vierde toer. En het is eigenlijk iedere, of niet eigenlijk, het is gewoon iedere toer hetzelfde. Ja, ik steek hier in die eerste steek, maak je een vaste en een stokje. En
En je pakt je steekmarker. Die zet je weer in die eerste steek. En dan ga je naar de volgende. Een vaste. Een stokje. En in die volgende opening. Een vaste. Een stokje. Nou, dan ga je weer tot het einde van de toer. Je doet een losse en je keert je werk. En ik ga nu nog lekker even doorhaken. En ik weet nog niet welke hoogte, maar ja, ik zal het allemaal nog even uitzoeken. Tot hoe hoog dat ik hem haak en wat makkelijk is. En ja, het wordt gewoon heel leuk. Dus ik zie je straks. Ga ik een eindje verder haken. Ik denk eigenlijk tot het einde, zodat ik het ook allemaal kan laten zien. Misschien heb ik het ook al in het begin van de video al laten zien. En dan zal ik de afmetingen en het aantal steken nog goed opschrijven. Dat je weet, ja, zo moet ik het doen. En ik heb net de uitleg gedaan. En de Suzette stitch is niet moeilijk. Maar ik zie je daar weer terug. Oh, wacht, deze kant ben ik begonnen, zie je? En dan zie je ook door je steekmarker hier te houden. En dan ga ik weer lekker verder. En jullie ook. En dan... zie ik je straks weer terug. Tot zo. Ik heb nu al een heel stuk verder gehaakt. Zie je hoe mooi soepel dat het wordt. Het is echt een Suzette stitch. En omdat je iedere keer het werk keert, heb je ook twee hele mooie kanten van je haakwerk. En het... Kijk, zie je hoe soepel dat deze koolsjaal... twinkelkoolsjaal valt. En ik laat ook nog eventjes de andere zien. Kijk, ik heb er een gemaakt op haaknaald nummer 5 en die heb ik alleen maar in het rond gehaakt, maar zie je, die werd te vast, dus dit heb ik aan de kant gelegd, ook omdat ik dan eigenlijk maar één goede kant kreeg. Ja, daar was ik eigenlijk gewoon niet zo blij mee. Ik vond hem iets te stug. Dit was met haaknaald nummer 5. Dus daarom ben ik ook verder gegaan of opnieuw begonnen met haaknaald nummer 8. En ik leg hem even weg, die andere. Kijk, en ik ben ook begonnen met keren, zodat je echt dus hele mooie Suzette stitch krijgt. Want als je hem keert, dan heb je ook altijd één mooie kant. Zie je? Nou, in ieder geval, ik heb een stukje verder gehaakt en ik ben nu met de tweede bol bezig. En ik ga nu aan de derde bol bijna beginnen. En dan zoek je weer eventjes goed hier het begin. En dan kijk je ook even of je een vaste en een stokje hebt gedaan. En dan steek je weer over hier naar het begin. En je maakt een halve vaste. Je trekt even wel goed aan je draad, zodat dit mooi sluit, die toer. Je maakt één losse en dan keer je weer het werk. En daardoor krijg je ook allebei aan twee zijdes... Ja, dan heb je niet één voorkant, maar gewoon twee mooie kanten. En dat is ook belangrijk met een koolsjaal. Dat je ook echt, ja, hoe dat je hem ook draagt, dat hij altijd aan de goede kant zit. Nou, ik heb net het werk al gekeerd met één losse. En dan ga je in die eerste steek, daar steek je in en dan zet je een vaste. Zo, en een stokje. En dan heb je weer het begin van je toer en zet hier even een steekmarker in als je wil, zodat je echt weet van nou, dit is mijn nieuwe toer en hier ga ik dadelijk weer hetzelfde doen als dat ik net deed. Dus je sluit de toer met een halve vaste, je maakt een losse en je keert je werk en dan zet je een vaste en een stokje in die eerste steek.
En dan ga je weer lekker verder haken. En ik heb ook geprobeerd inderdaad met die andere haaknaald, maar deze wol, de Julia Shiny of de gewone Julia, dan heb je gewoon ook heerlijk, ja, dan haakt het ook makkelijk met haaknaald nummer 8. Zie je dan hoe mooi dat het wordt? En weer een vaste en een stokje. En je hoeft eigenlijk nergens aan na te denken, want ja, als je eenmaal op gang bent, dan, ja, dan ben je gewoon heerlijk aan het haken. Een vaste en een stokje. En mocht ik te snel gaan, hier rechtsboven in de video staan drie puntjes en dan kan je ook de afspeelsnelheid langzamer zetten, ja, of juist sneller, maar net wat je het fijnste vindt. Of je zet de ondertiteling aan. Dat werkt eigenlijk met heel veel video's van mij ook makkelijk, dat je zegt, nou, de ene keer dit stukje ga ik iets sneller door en dan bij het eind of bij het begin doe ik lekker langzaam. Dus je ziet hoe lekker dat je kan haken. Over het aan- en afhechten, ik heb gewoon de draad er aangeknoopt en ik zal even kijken waar ik bij de tweede bol ben begonnen. Nou, dat is even zoeken dus. Oh, hier zit hij. Sorry dat het wat langer duurde. En ik heb gewoon de draad aangeknoopt en die ga ik straks gewoon met een stopnaaldje wegwerken. Als ik nu mijn stopnaald zie, dan, ja, ik heb hem, dan kan ik het nu meteen even doen. Zie je, dit heb ik gewoon aangeknoopt en toen ben ik gewoon door gaan haken. Ik doe eventjes het uiteinde afknippen zodat ik makkelijk kan aanhechten. En dan hou je je werk een beetje lekker plat en dan ga je onder die, ja, stokjes door en weer zorgen dat je onder die vaste en een stokje doorgaat. En het maakt niet uit waar je eigenlijk doorheen gaat, zo, en dan ga je weer terug en dan sla je een lusje over zodat je draad gewoon ook weer terug uit goed vast zit. En nu schiet mijn naald eruit. Zo. Je trekt er een beetje aan. Je pakt je schaar en je knipt netjes af. En dat doe je ook met dit draadje. En dan hecht je hem weer af en zo hecht je alle draadjes af en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik heb doorgehaakt tot de breedte van, even goed meten, dus 26 centimeter en dat is ongeveer 10 inch. Dus 10 inch of 26 centimeter en dan heb ik toch nog wel een, ja, beetje over, maar ik dacht misschien wil je nog iets van een rand eraan maken, maar ik vond deze breedte 26 vind ik breed genoeg. Kijk, hij rekt nog een beetje uit en ja, hij valt echt lekker soepel. Het is een heerlijke koolsjaal, echt, en het was ook een genot om te maken. Dus ik zou zeggen, hartelijk dank voor het kijken. Ja, tot de volgende video. En graag duimpjes omhoog, abonneren, op mijn foto klikken. En tot ziens.